geopereerd? Elke foto een eigen verhaal. En badmintoners gaan voor succes. Goedenavond, welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Ongeveer 13 jongens zijn de afgelopen week behandeld voor een afwijking bij hun penis. In het academisch ziekenhuis wordt vandaag het kinderurologiemissie afgerond. Hypospadie. Dat is een aangeboren afwijking bij jongens waarbij de plasbuis te kort is en niet uitmondt aan de top van de penis. De plasbuis mondt dan uit aan de onderkant van de penis, in de huid van de balzak of zelfs achter de balzak. Deze afwijking komt vaak voor. Dat heeft gevolgen voor het plassen, maar dat kan ook gevolgen hebben voor het seksuele leven later, omdat de penis vaak verkromd staat. Als ze jong zijn, hebben ze er nog geen last van, maar je doet die operatie om te voorkomen dat ze er later last van gaan krijgen na de puberteit of als ze volwassen zijn. In Nederland wordt 1 op de 200 jongens ermee geboren, maar in Suriname hebben we niet zoveel gevallen. Daarom komen voor deze operatie specialisten uit het buitenland. Uroloog Joop van den Hoek is speciaal voor de missie naar Suriname gekomen. Vandaag opereert hij een van de laatste patiënten. We gaan een hypospadiecorrectie doen en dan gaan we de plasbuis verlengen, de penis rechtop zetten. Dat zijn operaties die tussen de 1 en de 1,5 uur duren. Er zit nu een verbandje omheen en een buisje. Morgen gaan we het verbandje en het buisje weer verwijderen en dan kan hij naar huis. Omdat de afwijking al bij de geboorte te zien is, vinden artsen het beter dat het kind al op jonge leeftijd geopereerd wordt. Dan heeft het kind weinig last van de operatie. De World Press Photo Expo is na 16 jaar weer terug in Suriname. Deze tentoonstelling werd van de week geopend in De Haal. Je kent vast de uitspraak, een foto zegt meer dan 1000 woorden. Dat vindt de organisatie van World Press Photo ook. Daarom sturen zij een selectie van de beste journalistieke foto's van vorig jaar de hele wereld rond. Sinds 1955 wordt deze foto tentoonstelling gehouden in meer dan 45 landen ter wereld. En nu is hij neergestreken in Paramaribo. Wij brengen deze tentoonstelling de wereld rond, omdat we geloven dat deze foto's heel erg kunnen inspireren. Dat deze foto's, als je die ziet, dat ze iets kunnen leren. Dus als je deze foto ziet, dat je iets leert over het onderwaterleven, maar ook onze invloed, dus de invloed van mens op natuur. Een fotojournalist is iemand die nieuws brengt door het maken van foto's. In deze tentoonstelling zijn verschillende thema's te zien, de een heftiger dan de ander. Zo zijn er foto's van crisis, maar ook van dieren en sport. Wij vinden dat die fotografen een hele belangrijke rol spelen, want het is door hun eigenlijk natuurlijk dat wij zien hoe de wereld in elkaar zit. En zonder hun zouden we helemaal niet weten wat er hier onder water gebeurt of wat er elders op de wereld gebeurt. World Press Photo heeft speciaal voor de jongeren die de tentoonstelling willen bezoeken een handige tool gemaakt. Ook een onderwijsprogramma, dat is eigenlijk een tool die je kan downloaden van onze website. En die is gericht op het wat jongere publiek om hen zeg maar, wat houvast te geven als je door de tentoonstelling heen loopt. Dus dan word je een beetje bij de hand genomen en wordt je verteld, nou deze foto laat dat zien. Deze foto illustreert bijvoorbeeld het belang van persvrijheid heel goed. Om net iets meer handvatten te geven, omdat we juist heel erg denken, nou de kinderen, de jeugdigen, dat zijn de leiders van de toekomst. Daar valt het meest te behalen, dus die willen we ook heel graag betrekken bij onze activiteiten. De tentoonstelling is nog tot 26 november te bekijken in De Haal. Wil jij deze tentoonstelling ook bezoeken? Dan kan dat nog tot 26 november. Het Pan Am Badminton toernooi is gisteren begonnen in de Ismeva Wilges Sporthal. Voor badmintonspelers is het een belangrijk moment om te kijken hoe sterk ze zijn. Na een vijfdaagse trainingskamp met de bekende Nederlandse trainer Martijn van Doremalen was het nu aan de spelers om te laten zien wat ze allemaal kunnen en geleerd hebben. Ik heb 5 dagen lang een trainingskamp gehad met internationale spelers van Cuba, Canada, Guatemala en zo nog een paar landen.
We hebben gewoon twee keer per dag getraind op fysieke vaardigheden, op technische vaardigheden en een klein beetje tactisch. We zijn pas met de eerste ronde bezig. Het is een seniorentoernooi, we hebben ook een aantal junioren erin zitten. Ja, sommigen verliezen, sommigen winnen. Dus ja, dat heb je altijd met een toernooi. Maar we moeten kijken, want ik denk wel dat dit is gewoon een goed toernooi voor de meeste spelers. Het toernooi dat dit hele weekend plaatsvindt is het laatste toernooi van het jaar voor de spelers om zich van hun beste zijde te laten zien. Ik voel me gemotiveerd om de wedstrijd te winnen. De verwachtingen waren niet veel, maar toch wel om naar de semifinale te komen. Om het beste te doen om daar te zijn. Om te winnen. I feel confident and just a little bit of nerves, but not much really. My expectations would be to win all my matches and if not, to be consistent enough and just make sure that I play the best that I can. Yeah, it prepared me a lot. It helped with my fitness a little bit and consistency because we had to train every day and it helped me gain more confidence about my game. Op het toernooi zijn spelers uit verschillende landen aanwezig, zoals Israël, Portugal, Frans-Guyana en Jamaica. Maar er zijn ook meer dan 30 Surinaamse spelers actief. De winnaars spelen zaterdag de finales. Ik voel me blij dat ik hem had gewonnen, want vorig jaar had ik verloren tegen hem, 21-17. En dit jaar heb ik hem gewonnen. Ben ik echt blij dat ik hem heb gewonnen. Ja. Verwachtingen waren dat ik zou verliezen, maar ik heb mijn best gedaan om te winnen. En ja, nu ben ik bij de tweede ronde van de heren single. Ja. De trainingen waren ja, toch wel goede. Ik heb veel geleerd en geen fouten gecorrigeerd. Ja, het waren toch een goede voorbereiding. It felt good because it was a mentally tough game for me, as I was fighting a virus, and yeah, it felt good. I think I believed in myself that I could have won the game. It's just a matter of putting everything together. Voor Danny en Shakida is het toernooi nog niet afgelopen. Zij mogen vandaag en morgen laten zien of ze het tot in de finales kunnen schoppen. Het Surinaams International Badminton Toernooi duurt nog tot 10 uur in de Ismee van Wilgen Sporthal. Zaterdag worden de finale wedstrijden gespeeld. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Fijn dat je hebt gekeken en slaap lekker voor straks.